De Nederlandse economie staat er momenteel goed voor. Dat uitzicht in een lekker aantrekkende economie en dat herstel is breed gedragen. Wij zien een stevige herstel op de huizenmarkt. Wij zien opverende investeringen, ook in bedrijfsinvesteringen. Wat we ook zien is een particuliere consumptie die steeds meer bijdraagt aan de economische groei. Een oplopende werkgelegenheid. Kortom, een breed gedragen groeiherstel. En dat zal in 2016 doorzetten. Dan krijgt het allemaal nog een extra impuls vanuit de overheidsbegroting. Want ook de overheidsfinanciën staan er goed voor. En het kabinet zal daar een stevige lastenverlaging doorheen zetten. En dat betekent dat volgend jaar de bestedingen nog breder gedragen aan de economische groei zullen bijdragen. Dit is opmerkelijk, omdat we weten als we om ons heen kijken in de rest van de wereld, dat er toch her en der wel de nodige uitdagingen zijn. Wij zien in China dat de economische groei terugvalt en dat ook de vooruitzichten voor de munt van China voor het komend jaar relatief negatief zijn. We zien in Amerika dat we met z'n allen wachten op de eerste rentestap omhoog van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. En ook dat zal tot turbulentie op de financiële markten kunnen leiden. Zij dat de Fed heel voorzichtig zal opereren. We zien binnen Europa onzekerheden, bijvoorbeeld over hoe duurzaam de verbeteringen in Griekenland zijn. Of Engeland wel of niet zal uittreden uit de Europese Unie. En dat zijn allemaal zaken die tot onzekerheid leiden. Kijken we iets verder om ons heen, dan zien wij recessies in Latijns-Amerika, in grote landen als Argentinië en Brazilië. We zien problemen in Rusland, we zien spanningen in het Midden-Oosten. Kortom, in de buitenwereld is het beeld onzeker. Toch denken wij dat alles bij elkaar de wereldeconomie ook in 2016 zal doorgroeien. Er zijn risico's, maar per saldo denken wij toch dat het economisch herstel door zal zetten. En dat is goed nieuws voor Nederlandse ondernemers, want Nederland is een sterk exporterend land. En onze belangrijkste exportmarkten liggen in Europa, in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. En daarvoor zien wij voor 2016 een doorzettende groei en dat is goed nieuws voor onze exporteurs. Dus als je alles zo bij elkaar ziet, dan zie je dat Nederland inderdaad alle seinen op groen heeft staan, terwijl in de rest van de wereld de zaak op oranje is. Dus Nederland zal in 2016 een van de beter presterende economieën in de wereld zijn en dat is zonder meer goed nieuws. Dat is de afgelopen jaren ook wel eens anders geweest. Ik wens u daarom ook een heel prettig 2016.